Gegroet, dames en heren. Mijn naam is Koen de Ridder. Ik ben bestuurslid van de Vereniging België-China en ben tevens directeur van het Confucius Instituut in Brussel. Samen met collega Cynthia de Bruyker zullen wij een reeks video's opnemen waarin wij u aan de hand van boeken uit onze bibliotheekcollectie wegwijs willen maken in de fascinerende ontstaansgeschiedenis van de sinologie, of met andere woorden, de wetenschappelijke studie over China. De studie van China als academische discipline vindt haar oorsprong in de 17e eeuw. Het is vanaf die periode dat de boekenrekken in de Europese bibliotheken zich gestaag vulden met talrijke werken over Chinese geschiedenis, wijsbegeerte, taalkunde en literatuur. Vandaag zullen wij het echter hebben over een zeer gespecialiseerd onderwerp in de sinologie, met name de Chinese wetenschapsgeschiedenis. Het belang van dit onderwerp kan moeilijk overschat worden. Het staat namelijk buiten kijf dat de wereldgeschiedenis niet kan begrepen worden zonder de studie van de wetenschap en de wijze waarop deze voor een groot stuk tot stand kwam door een intense uitwisseling van ideeën tussen Oost en West. Het eigenste fundament van onze westerse beschaving steunt trouwens op drie wetenschappelijke ontdekkingen die elk een oorsprong in China hebben: het buskruid, de boekdrukkunst en het kompas. In de bibliotheek van de Vereniging België-China bevinden zich meerdere volumes van een serie magistrale boeken die de ontwikkeling van de wetenschap en de technologie in China nauwkeurig in kaart brengen. We hebben het dan natuurlijk over de monumentale serie Science and Civilization in China, waarvan het eerste volume verscheen in 1954 en het laatste in 2015. Het is belangrijk om op te merken dat de geleerde die aan de wieg stond van dit fenomenale werk, Dr. Joseph Needham van de Universiteit van Cambridge, geen sinoloog van opleiding was, maar een briljant biochemicus die reeds voor zijn 40ste verjaardag verschillende standaardwerken over embryologie en morfogenese publiceerde. De interesse voor China van de in 1900 geboren Joseph Needham werd voor het eerst aangewakkerd in 1937 door zijn ontmoeting met Lu Kuei-jun, een biochemica uit Nanjing, die dit jaar naar Cambridge afgereisd was om er wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en die veel later door het leven zou gaan als mevrouw Needham. Het was tijdens deze periode dat Needham uit liefde voor Kuei-jun en uit fascinatie voor haar cultuur zich in zijn vrije tijd begon toe te leggen op de studie van de Chinese taal en geschiedenis onder begeleiding van de vermaarde Tsjechische sinoloog Gustav Halun, die toen in Cambridge professor sinologie was. Van 1943 tot 1946 verbleef Joseph Needham in China als hoofd van de Sino-British Science Cooperation Office in Chongqing. Deze organisatie maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Britse krijgsinspanningen om de Japanse culturele expansie op het Aziatische continent een halt toe te roepen. Door wetenschappelijke en technologische uitwisseling hoopten de Britten hun positie als koloniale grootmacht in Azië te vrijwaren. Een samenwerking met de Chinese Republiek onder Chiang Kai-shek werd beschouwd als een belangrijk onderdeel van deze politieke strategie. Het was tijdens dit verblijf in China dat Needham tienduizenden documenten en manuscripten verzamelde en zo de grondslagen legde van zijn Science and Civilization in China. Het schrijven van dit meesterwerk ging officieel van start in Cambridge in 1948 en gebeurde in nauwe samenwerking met toen nog zijn minnares Lu Kuei-jun en zijn onderzoeksassistent Wang Lin, een Chinese historicus afkomstig uit de stad Nantong in de provincie Jiangsu. Wang Lin zou tussen 1948 en 1994 bijdrages leveren aan de eerste 5 volumes van The Science and Civilization in China. Wat aanvankelijk eigenlijk gepland was als een eenvoudige monografie, groeide over de jaren heen uit tot een magistrale boekenserie van 7 volumes die op hun beurt uit meer dan 20 afzonderlijke delen bestaan. Doorheen de loop der jaren zouden verschillende prominente sinologen meehelpen aan de totstandkoming ervan. Zelf zou Joseph Needham tot aan zijn dood in 1995 blijven schrijven aan dit opus magnus dat nu door vakspecialisten beschouwd wordt als het meest ambitieuze sinologische project uit de 20e eeuw. In onze bibliotheek kunnen volume 3, het eerste en derde deel van volume 4 en het tweede, derde en vierde deel van volume 5 geraadpleegd worden. Volumes 1 en 2 bevinden zich in mijn eigen persoonlijke bibliotheek
En ik heb deze ter gelegenheid van deze videopresentatie even naar onze bibliotheek meegebracht. In het eerste volume van Science and Civilization in China, dat gepubliceerd werd in 1954, gaat het eigenlijk om een inleiding, waarin een geografische beschrijving gegeven wordt van China en dat een overzicht schetst van de Chinese keizerlijke en pre-keizerlijke periode. In dit volume worden ook de bijzondere omstandigheden beschreven waarin de wetenschappelijke en technologische uitwisseling tussen China, Europa, Indië en de islamitische wereld tot stand kwam. Het tweede volume, dat verscheen in 1956, handelt over de grondslagen van het wetenschappelijke denken in China, zoals die terug te vinden zijn in de belangrijkste filosofische stromingen van dat land. Grote aandacht wordt besteed aan de Taoïsten, die volgens Needham aan de wieg stonden van de Chinese wetenschappelijke en technologische innovaties. Vervolgens worden de fundamentele principes van de Chinese natuurfilosofie besproken, met name yin en yang en de vijf elementen, die volgens Needham het fundament uitmaken van het traditionele wetenschappelijke denken in China. Ten slotte buigt Needham zich in dit volume ook over de vraag of er in de Chinese traditie zoiets bestaat als natuurwetten. Dit was niet het geval, maar volgens Needham erkende de Chinese traditie wel een natuurlijke orde, maar dan zonder wetmatigheden. Laat ons dan nu een korte bespreking geven van de volumes die bij ons op de bibliotheekrekken staan. Het derde volume, getiteld Mathematics and the Sciences of the Heavens and Earth, dat gepubliceerd werd in 1959, begint met de ontwikkeling van de Chinese wiskunde, algebra en meetkunde, waarbij aangetoond wordt hoe de Chinezen het decimaal stelsel ontdekten. In dit volume wordt ook aandacht besteed aan het hoge niveau van de Chinese wetenschap van de hemel of astronomie. Volgens Needham stond deze tak van de wetenschapsbeoefening 1000 jaar voor op de Europeanen. Ten slotte bestreekt Needham in dit volume ook de ontwikkeling van de Chinese aardrijkskunde en de cartografie, waarbij opgemerkt werd dat Chinezen op hun landkaarten reeds zeer vroeg gebruik maakten van een systeem van geografische coördinaten. Volume 4 van het boekwerk, getiteld Physics and Physical Technology, bestaat uit 3 afzonderlijke delen. Het eerste gedeelte, Physics, uit 1962, behandelt pure fysica, waarbij Needham vaststelt dat de traditionele Chinese fysica gedragen wordt door golven en niet door atomen. Vanuit die context delft de biochemicus dan dieper in de klassieke Chinese teksten over dynamica, optica, akoestiek, elektrostatica en tenslotte magnetisme, wat uiteindelijk leidde tot het kompas, dat door Needham beschouwd wordt als de grootste Chinese bijdrage aan de moderne wetenschap. In het derde gedeelte van volume 4, Civil Engineering and Nautics, dat gepubliceerd werd in 1971, gaat het over de ontwikkeling van de civiele en maritieme techniek in China. Zeer belangrijk in dit onderdeel zijn de analyses over de traditionele Chinese scheepsbouw, scheepsnavigatie, scheepsaandrijving en scheepsbesturingssystemen. Grote aandacht wordt besteed aan de exploten van de Chinese vloot in de 15e eeuw met gedetailleerde beschrijvingen van Chinese schepen die toen al tonnages hadden van 2500 ton en die tot aan de kusten van Mozambique voeren. Volume 5, dat als titel Chemistry and Chemical Technology draagt, bestaat uit meer dan 10 delen die elk afzonderlijk verschenen tussen 1974 en 2008. Dit lijvige volume gaat, zoals de titel reeds laat raden, over Chinese alchemie, chemie en chemische technieken. Het tweede gedeelte van volume 5 met de mysterieus klinkende titel Spagyrical Discovery and Invention Magisteries of Gold and Immortality dateert uit 1974 en handelt over de verschillende terminologieën die aangewend werden in de Chinese alchemistische traditie. Er komen ook fascinerende onderwerpen aan bod, zoals orifictie, het namaken van goud, orifactie, het produceren van goud en macrobiotiek, de zoektocht naar een onsterfelijkheidselixier. Vervolgens wordt in dit deel ook de metallurgische en chemische context van de Chinese alchemie verhelderd en worden een heel aantal legeringen geïdentificeerd die het resultaat waren van de Chinese alchemistische processen. De titel van het derde gedeelte van volume 5, dat in 1976 van de persen rolde, ligt ook vol in de mond.
Spagyrical Discovery and Invention, Historical Survey from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst van de Chinese alchemie van haar prilste begin tot het eerst, van in het eerste millennium tot aan haar teloorgang in de periode van de 14e eeuw. Het in 1980 verschenen vierde gedeelte van volume 5 is getiteld Spagyrical Discovery and Invention, Apparatus and Theory. Hierin geeft Needham onder andere een interessante analyse over de vroege laboratoriuminstrumenten zoals die aangewend werden door de Chinese alchemisten en waaruit de biochemicus dan concludeert dat de eerste gedistilleerde likeuren waarschijnlijk het levenslicht zagen in China. Tot zover mijn bespreking over de boekdelen van Science and Civilization in China die bij ons in de bibliotheek te raadplegen zijn. Laat mij afsluiten met een waarschuwing aan de dappere lezer die zich waagt aan deze monumentale studie. Wie in het levenswerk van onze briljante biochemicus uit Cambridge een antwoord zoekt op de vraag waarom China, met haar hoogstaande cultuur en haar ontelbare uitvindingen, toch de boot naar de wetenschappelijke revolutie miste, zal een beetje op zijn honger moeten blijven zitten. Wie toch een antwoord wil vinden op deze vraag, verwijzen we naar een ander werk van Needham. The Grand Titration, Science and Society in East and West, dat verscheen in 1969, maar dat helaas niet in onze bibliotheek te vinden is. In dit werk argumenteert Needham dat moderne wetenschap een huwelijk is tussen theorie en praktijk, of om Chinese terminologie te gebruiken tussen shu, vakkennis, en xue, leer. Wetenschappelijke innovatie kan daarom volgens Needham enkel floreren in samenlevingen met een robuuste klasse van handelaars, die uit gezond winstbejag altijd op zoek zijn naar praktische oplossingen voor de noden en de behoeftes van de samenleving. In de traditionele Confucianistische maatschappij, met haar complexe bureaucratische staatsbestel, stonden commerciële activiteiten en financieel gewin laag in aanzien. En, in tegenstelling tot het Westen, kreeg de ondernemersklasse nooit toegang tot de wandelgangen van de macht die in het klassieke China voorbehouden bleven aan de mandarijnen voor wie boekengeleerdheid het enige selectiecriterium vormde tijdens de keizerlijke examens. Met dit pleidooi voor het ondernemerschap ronden wij deze video af. Wij hopen u gauw te mogen verwelkomen bij ons op de Vereniging België-China.